ben Davy Asnong, chocolatier. Met mijn eigen zaak Cocoleca richt ik mij vooral op de luxueuzere pralines. Dus pralines die je niet bij elke bakker of chocolatier gaat terugvinden. Ik geef dan ook in de Campus Tongeren de avondcursus ambachtelijk chocoladebewerking. En op de campus in Hasselt geef ik de VDO chocolatier pâtissier. Het chocolatier gedeelte neem ik voor mijn rekening. Deze cursus is uniek in zijn soort. Het is een opleiding met drie belangrijke onderdelen. Het patisserie gedeelte, waar dat we klassieke patisserie een moderne twist geven. Dan is er de ijsbereiding, waar dat we leren roomijs maken, sorbets en ijstaarten. Dan hebben we het chocolaterie gedeelte. Daar gaan we het belangrijkste proces leren, dat is het voorkristalliseren van de chocolade. Hiermee gaan we pralines maken, diverse vullingen, onder andere liqueurpralines. En natuurlijk het allerlaatste gaan we de pralines ook aan de man brengen, waar dat we een vitrine leren maken, het echte verkoopsproces van ons product. Dus de bedoeling van deze cursus is dat de cursisten zelf aan de slag gaan. Ik ga het steeds wel altijd een keer voordoen hoe het moet gebeuren. En ik bedoel dan vooral het voorkristalliseren van de chocolade. Elk type chocolade heeft een andere verwerkingstemperatuur. Vullingen, elk type vulling heeft een andere manier van bereiden. En dat gaan ze vooral zelf kunnen leren. Dus ze gaan er constant mee aan de slag om het goed onder de knie te krijgen. De cursisten zijn het vaakst verrast door de dingen die ze gaan zien in de module chocoladekunst. Hierbij gaan ze onder andere bloemen leren maken volledig uit chocolade. Ook een boomstronk waar je het onderscheid niet ziet met een echte boomstronk. En ook een handtas volledig uit chocolade wordt hier gemaakt. Onze cursisten komen vaak bij bakkers terecht waar dat ze de patisserie gaan bereiden. Maar ook komen ze soms in restaurants te staan waar dat ze dan de bereiding van de desserts en pralines voor bij de koffie kunnen verzorgen. De bedoeling van deze cursus is eigenlijk dat je geen voorkennis nodig hebt. Maar dit jaar heb ik mensen die komen uit de bakkerij, maar die willen net iets meer dan het brood bakken en die willen dan de patisserie komen leren en ook de chocolaterie. Maar dan zijn er ook mensen die in restaurants werken, die de patisserie en de desserts voor hun rekening willen nemen en daarom deze cursus volgen. Maar ook mensen dit jaar die uit de beveiliging komen, maar die net iets meer willen dan beveiligen, maar ook chocolade willen leren maken. Af en toe doen we ook eens iets totaal anders. Zo bijvoorbeeld vorig jaar bij de reveal van de nieuwe Ruby chocolade een tasting gedaan om te kijken wat hier goed mee gecombineerd kan worden. Hier hebben we de chocolade gecombineerd met onder andere passievrucht, mango, maar zo zijn we ook sesamolie gaan gebruiken en zelfs zalmeitjes.